We staan hier op het Stationsplein in Gouda voor de spannende onthulling van het nieuwe kunstwerk Teleport. Yes, we staan hier. Het is eindelijk af. Heeft even geduurd. Ik wil beginnen toch met zeggen dat er nog een aantal dingetjes zijn die nog niet helemaal perfect zijn. Voor de oplettende kijker die dat zien, weet dat er nog ook een en ander aangepast wordt. Wat er in ieder geval niet meer gaat gebeuren is dat hij hier neergezet wordt en weer weggeteleporteerd wordt en dan weer terugkomt. Dat gaan we nu overslaan. Hij staat hier nu. Jullie zijn gekozen uit 127 inzendingen. Daar is toen een top 3 van gemaakt. Jullie zijn daarvan gekozen waardoor dit kunstontwerp gemaakt is. Was het ook al in deze uitvoering toen het gekozen werd? Het is eigenlijk exact zoals we het hebben ingezonden. We hadden een ander materiaal in gedachten, maar dat kon niet. Dus... Wat voor materiaal had u eens in gedachten? We wilden hem eerst helemaal in staal uitvoeren. Ook in dezelfde kleur of een andere kleur? Goud was altijd het idee, ja. Goud, is dat Gouda? Goud, is dat de keuze van de kleur geweest? Ja, onder andere. Maar we vonden het ook heel mooi passen bij het, zeg maar, hoe dit... er zitten ook een beetje goud-geelachtige stenen in het helemaal mooi nieuw gemaakte Stationsplein. Dus uiteindelijk hebben we het ook gewoon heel erg afgestemd op hoe het hier nu helemaal nieuw uitziet. En het formaat, het is best een groot kunstwerk. Heeft het altijd zo groot geweest? Ja. Vanaf begin. Ja, het is wel een schaalmaquette gemaakt. En het had volgens mij ook met de regelgeving wel te maken. Dat je tot 6 meter hier precies iets mocht maken wat dan in het bestemmingsplan past. Ze wilden ook echt iets groots hier. Dat was ook de... Ja, en de maximale hoogte is 6 meter. Had je hem graag nog groter gezien? Nee, want uiteindelijk wil je ook een beetje dicht bij die spiegels. Het was ook wel een... Want dat kwam pas later achter dat dan ook precies paste. We hebben hem eigenlijk zo groot gemaakt als ze ons gevoel gaf dat hij ook zou moeten zijn. Wat of wie is de grootste inspirator geweest om het zo te maken? De stad en de vragen die gesteld werden door de stad. En ook, het is een soort samenkomst. Van verschillende ideeën geworden die toch in een soort simpel object samenkomen. Ja. Maar ontzettend blij dat we hier nu staan. Want Gouda had een mooi nieuw kunstwerk nodig, vonden wij. Eigenlijk ter gelegenheid ook van Gouda 57. En om te kijken hoe we ook de stad nog iets tastbaars uit dat mooie feestjaar of het feestjaar plus 1 kunnen laten terugbeleven, zeg maar. Ik ben dus ontzettend blij dat we in het plan vanaf voor het herinrichten van het stationsgebied vanaf het begin ook ruimte voor een kunstwerk hebben weten te creëren. En dat ook uiteindelijk heeft geleid tot een prachtig kunstwerk. Ik werd net geïnterviewd en toen vroeg de interviewster van wat stond hiervoor eigenlijk op het Stationsplein. Ja, een hele hoop met fietsen inderdaad. Flinke bende was het. En die fietsen zijn nu echt allemaal opgeruimd. En dit is eigenlijk de kers op de taart vanuit dat perspectief voor de gebiedsinrichting. En niet alleen een kunstwerk, maar ook een kunstwerk wat een icoon moet zijn. Wat een landmark moet zijn waar mensen zich aan vast kunnen klampen. Waar we hopen ook een nieuwe generatie Goudenaars mee aan te spreken. Om zich ook verbonden te voelen met die stad en te praten over die stad. En die stad heel veel verder ook naar buiten te brengen. Want dat is uiteindelijk wat je op het station ook komt doen. Je komt ergens naartoe, je komt hierheen, je gaat ergens naartoe. En die telepoort symboliseert dat heel mooi. Legt die verbinding, die entree inderdaad, Paul zei het al, naar die oude binnenstad. Zowel in de richting die het zet, als dat het die cultuurhistorische elementen die onze stad Sieren in zich heeft. En dat maakt dat het een supercompleet verhaal is. Wat nu de historische binnenstad is... Dat was toen Gouda. Daar had je eigenlijk op alle punten waar je het water over gaat, daar had je een soort stadsentree. En die waren allemaal ontworpen als supermooie gebouwen. Ja. Dus dit is volgens mij die bij de Kleiwegbrug. Het was iets mooier dan dat die nu is. Ja. En zo had je 5 mooie poortgebouwen. En wij vonden het dus gelijk een supergoed idee om eigenlijk het Stationsplein, wat een nieuwe soort stadsentree is, om daar voor Gouda een nieuwe stadspoort te ontwerpen. Dus dat is wat je hier ziet. Dus als dit doek dadelijk weg is, zien jullie een soort gefaceteerd spiegelplafond. En als mensen er omheen of onderdoor lopen, kan je op allerlei leuke en sneaky manieren naar elkaar kijken. Dus dat is een soort idee
van gezien en gezien worden. En wat dat eigenlijk dat spiegelplafond ook deed. Als je eigenlijk van ver gaat staan, dan vormt de plafond eigenlijk van een afstand een soort cirkel. Dus als je van ver kijkt, dan zie je zeg maar, eigenlijk een zwevende bal van bewegende mensen die hier over het stationsplein lopen. En dat, ja, dat zijn eigenlijk de verschillende lagen die wij in dit kunstwerk hebben proberen te stoppen. Mensen maken ook altijd een eigen verhaal van een kunstwerk. Dus wij zijn ook benieuwd wat voor nieuwe verhalen er eigenlijk door deze nieuwe stadsbeurt gaan ontstaan. Dat is het idee. 3, 2, 1. Ja! Ik moet zeggen, het heeft best wel wat bloed, zweet en tranen gekost. We zijn een jaar ongeveer na het moment dat het opgeleverd zou worden. Dus er zijn echt wel wat uitdagingen geweest in het proces. Dus ik ben ontzettend blij dat het er nu staat in die zin. En blij voor Gouda dat dit prachtige kunstwerk in het kader van Gouda 57 nu dan toch er staat. Tevreden met het resultaat? Het van een plaatje zien en uiteindelijk hier onthullen? Dat doet dat ook wat met je? Is het dat je denkt van, nou, het is het? Het is het, absoluut. Dus de verbinding die het beoogt te bewerkstelligen naar de oude binnenstad. De ontmoeting die het op tot stand wil brengen door de spiegels en door mensen met elkaar te laten spreken over wat ze zien en vanuit welke perspectieven je dingen kunt zien. Dat was de bedoeling, dus echt een nieuwe icoon ook voor de stad neerzetten. Wat gaat het Gouda brengen, dit monument, dit kunstobject? Nou, ik hoop sowieso dat het ook een nieuwe generatie Goudenaar heel erg aanspreekt. We hebben natuurlijk de Gouda Classics met kaas en stroopwafels, cultuurhistorie, water in de binnenstad. Prachtig stuk Gouda. Maar we proberen met dit kunstwerk ook op de basis, op dat fundament van die cultuurhistorie ook iets nieuws neer te zetten. Wat weer een nieuwe doelgroep aanspreekt. En Gouda weer tot de verbeelding laat spreken, ook buiten de stadsgrenzen en bij een nieuwe doelgroep. Een laatste vraag. Wat wil jullie nog als boodschap meegeven aan de kijkers? Nou, kom kijken en geniet ervan. Zet het op Instagram. Ja, precies. Zet het op Instagram. Dat is ook een van de voorwaarden geweest dat het Instagrammable moest zijn. Prachtig mooi woord. En dat is denk ik vorstelijk gelukt. Dankjewel dat jullie hier even voor de camera willen staan. En heel veel plezier en veel succes nog in de toekomst. Yes. Dankjewel.